Nou, ik wil graag beginnen met een verhaal van in principe data analytics of big data analytics van 150 jaar geleden. En we zitten hier in de tijden van de zeevaartmaatschappijen, van al de handel ging via de zee. En nou, het was een fase, was heel veel vraag naar goederen en mensen wilden dingen kopen. Dus echt die vervoer was echt die bottleneck. En ze hadden al een stap gemaakt in de technische verontwikkelen van de subs. De skipper was uitgevonden, die was nog sneller. Maar daar was dus niet meer veel ruimte. En het enige wat je kon doen als je meer goederen wilde leveren, is in principe 24 uur per dag doorrijden. En ja, minder pauzes maken enzovoort. Nou, dat was tot Matthew Mowry kwam. En Mowry, hij was bekend ook als iemand die ook zijn eigen mening had. En hij op een bepaald moment brak hij zich zijn been. En blijkbaar begon hij dan brieven te schrijven naar zijn bosses. Hoe dingen anders moesten. En ja, dat was niet iedereen vond dat echt leuk. Dus hij wordt dan eigenlijk bijna strafverzet naar het US Naval Observatory. En dat was ook die plek waar al die logboeken zijn opgeslaan. En dus de captains die schreven wel mee welke dag waar ze zijn geweest, ook wat de wind is geweest, temperatuur, dit soort dingen. En al die boeken, die logboeken, die zijn daar in die archive opgeslaan, maar niemand deed daar iets mee. En men had zelf al overlegd misschien weg te gooien. Maar Mowry, hij zag het potentieel van dit soort gegevens en hij pakt in principe een team van mensen en dan zijn ze daar aan de slag gegaan en hebben ze de logboeken van heel veel verschillende reizen over de jaren uitgeanalyseerd. En op basis daarvan hebben ze kaarten gemaakt, de zogenoemde sailing directions. En daar kon je dan zien hoe de winds en de currents lopen. En dat konden de kapiteinen dan gebruiken om ideale routes te berekenen. En een van de eerste die dat deed was Captain Wright, die op een reis van Rio de Janeiro naar Baltimore 1 maand eerder dan verwacht terug was. Dus je kunt je voorstellen wat het voor een impact is geweest. En de opbrengst van deze sailing directions was enorm. Dus 5 jaar later heeft iedereen het al gebruikt. En globaal heeft het zo $10 miljoen per jaar opgeleverd. En dat was 150 jaar geleden. Dus je kunt je voorstellen hoeveel dat vandaag zou zijn. Nou, ik vind dat een ontzettend mooi verhaal om over process mining te hebben. Want we hebben met process mining eigenlijk een beetje dezelfde situatie. We kijken naar log. Zogenoemde loggegevens, die worden meegeschreven gedurende de uitvoeringen van de bedrijfsprocessen. En die analyseren wij dan als process miners vaak voor het eerst. Dus vaak heeft daar niemand eerder naar deze gegevens gekeken. En die gebruikt om zeg maar beslisvoering of analyses te ondersteunen. Maar natuurlijk kijken wij dan niet naar logboeken zoals Mowry dat deed. Maar wij kijken naar transactiegegevens uit ICT-systemen. En natuurlijk maken wij daar geen kaart van, maar geen sailing directions. Maar we maken process maps daarvan die ons laten zien hoe die processen echt loopt. En waar de knelpunten zijn geweest enzovoort. Dus dat is wat process mining is. Maar waarom heb je het nodig? Waarom... hebben we process mining nodig. En nou, het simpelste uitleg hiervoor is deze verhaal. Als ik naar een project kom en mensen praat over hun processen, dus vaak is die ideale proces of de gedocumenteerde proces heel simpel en vrij gestructureerd. Mensen zeggen, nou, we doen eerst dat, dan doen we dat, dan doen we dat. En dan zijn we klaar. Maar als je naar de echte proces kijkt, de realiteit van de processen, hoe ze zijn geleefd, dat is vaak veel ingewikkelder. Dus je hebt daar je loopjes, je hebt variatie in zitten, processen lopen anders dan verwacht en er zijn veel complexer
dan in het begin vermoedt. Nou, als dat zo is, dan moet je je wel afvragen waarom, wat heb je nou aan die gedocumenteerde processen als deze niet de realiteit weergeven? En nou, hier heb ik een voorbeeld even meegebracht van een project wat we hebben gedaan. Dat was een klantenserviceproces en die procesmanager die had heel veel problemen met die proces. En toen we het daarover hadden, pakte hij deze ja, gedocumenteerde proces. Je ziet hier die gedocumenteerde procesplaatje. Hij pakte het op de tafel en dan zei hij, maar het is niet, echt niet ons proces. Dus eigenlijk niet ons proces. Dus hij was wel bewust van de discrepantie en van dat die echte proces anders loopt dan het is hier is opgeschreven. Nou, dus het blijkt daarom dat de gedocumenteerde processen natuurlijk nog wel nuttig zijn voor ja, gewoon om vast te leggen en om nieuwe mensen aan te leren, al dit soort dingen. Maar het is compleet nutteloos als je problemen moet oplossen of als je om je beslisvorming te ondersteunen voor je operational bedrijfsprocessen. Nou, als we nou opnieuw naar deze plaatje hier kijken, dan is eigenlijk deze discrepantie niet helemaal het grootste probleem. Want ja, eigenlijk het probleem wat wij hebben is dat we vaak helemaal niet weten hoe die echte processen uitzien. Als ik het plaatje heb en weet hoe de realiteit uitziet, dan kan ik daar consequenties afleiden. Zou ik kunnen zeggen, nou is die proces goed zo, moeten we veranderen. Misschien is het ook ja, geen probleem dat er enkele afwijkingen bestaan, maar zonder deze beeld überhaupt te hebben, hebben we daar geen kans voor om dat te doen. En nou, waarom is dat zo moeilijk? Waarom hebben we geen goed beeld van hoe die processen nou echt aflopen? En er zijn een aantal redenen voor. Hier zien we alleen enkele van hun. Dus subjectiviteit is zeker iets wat het moeilijk maakt. Iedereen heeft een subjectieve kijk naar die proces, afhankelijk van die ja, van ook de rol die iemand heeft in dit proces. Iedereen ziet alleen een gedeelte van het proces. En dat is is eigenlijk geen proces die alleen door één persoon wordt uitgevoerd. En meestal kennen mensen heel goed wat zij doen, maar weten niet goed wat voor hun of na hun in de keten eigenlijk gebeurt. Nou, dan veranderingen. Soms verandert die proces al terwijl je hem analyseert. Maar je kunt ook, ja, soms heb je ook uitzonderingen die je moet doen, gewoon voor bepaalde klanten, et cetera, et cetera. Dus al die dingen die leiden ertoe dat we heel slecht de zichtbaarheid hebben hoe die processen er echt verlopen. En nou, wat dat betekent is dat we, als we echt problemen hebben en echt iets moeten oplossen, dat we eigenlijk beperkt zijn op onze eigen intuïtie, op onze onderbuikgevoel. Dus dat is de basis waarop we beslissingen kunnen nemen. En als we daarnaar kijken, dus eigenlijk zijn we zo, zoals de captains voordat Maori kwam en hun sailing directions meebracht. Want voordat zijn zij alleen ook beperkt geweest op hun eigen ervaring en hun eigen intuïtie. Maar ze konden niet objectieve gegevens en informatie bijhalen. Nou, als we het over intuïtie hebben, vind ik het wel belangrijk ook om aan te geven dat we vaak natuurlijk gelijk hebben. Ik zie mensen die 30, 40 jaar in hetzelfde proces werken en die kennen die processen zo goed als niemand anders. En vaak hebben deze mensen ook een heel goed idee wat er mis mee gaat en wat misschien anders zouden moeten zijn. Maar toch heb je dan nog vaker ook het probleem dat zij zeg maar moeilijk vinden of geen mogelijkheid hebben om te bewijzen dat zij gelijk hebben of dat er iets mis mee is. Want als ze daarover praten, mensen geloven het hun misschien niet of zo. Dus dat is zelfs als je gelijk hebt nog een probleem van deze ontbrekende transparantie. Maar vaak hebben we ook niet gelijk. En om dat een beetje te illustreren, heb ik hier nog een voorbeeld meegebracht van een mooi verhaal. Heb ik van This American Life, dus een Amerikaanse radioshow, en dat is zeg maar een beetje geanimeerd, maar het is eigenlijk een verhaal van Robert en Tamar en hoe zij, hoe zij naar een bepaalde situatie kijken en ze kijken daarna op een verschillende manier.
Dus het begint met Robert en hij vertelt het zo. Hij vertelt, nou, het was een mooie dag, ontzettend mooi. Ze liepen de Fifth Avenue langs en de Central Park was op de rechterkant. En toen zagen ze op die andere zij, ja, Jackie Onassis, toen ja, president Kennedy's vrouw, dus wel een tijdje geleden hier. En ze begon te winken. Nou, ze waren echt verrast en ze konden het bijna niet geloven. Maar ja, zijn vrouw Tema, ze begon heel tam even terug te winken. En ja, zij winkte nog meer en Tema winkt nog meer terug. En nou, jullie zien het misschien al komen. Zij heeft helemaal niet naar hun gewinkt, maar gewoon een taxi geroepen. Maar dat is niet het verhaal. Het verhaal is hoe Tema hetzelfde situatie zelf herinnert. En er zijn drie hoofdverschillen die zij ziet. Dus ten eerste ja, waren een aantal van mensen die dat hebben gezien en die hebben meegekeken. Dus voor haar was het bijzonder, zeg maar, erg of vervelend situatie daardoor. En het tweede is, het was een compleet andere plek. Dus het was niet Fifth Avenue, maar het was Madison Avenue. En dat is wel al, ja, een vrij groot verschil, zou ik zeggen. Maar de derde is wel de grootste verschil hier. En die is dat Robert was er gewoon niet. En dus hij was er niet. Het is iets geweest wat haar is gebeurd. Zij heeft het hem verteld. En over de tijd en de jaren heeft hij zich, zeg maar, zelf in het verhaal ingebouwd. En dan zitten ze daar met vrienden op een dinertafel en een keertje. En hij begint te vertellen alsof hij daarbij was is geweest. En op de weg naar huis zegt hij, maar Robert, maar je bent er niet bij geweest. En hij zegt, maar ik herinner het alsof ik er was. En heel duidelijk kon hij, zeg maar, dingen beschrijven. En ja, maar het was gewoon niet waar. Dus ja, het is een heel, voor mij is een mooi voorbeeld over hoe onze herinneringen ook niet betrouwbaar kunnen zijn. En soms weet je, misschien kennen jullie dat ook, soms weet je niet, heb je iets gedroomd of is echt gebeurd. En dat is natuurlijk iets waar we ook in de proces analyse en proces ontdekking mee te maken hebben. Want ja, als je iets herinnert, dan ben je misschien beïnvloed van wat is gisteren gebeurd en dan ben je vergeten wat er 2 weken eerder is gebeurd of juist andersom. En ja, dus dat is ja, het hele verhaal over waarom ja, klassieke procesontwerp of documentatie via interviews en workshops zo moeilijk is, omdat we daar subjectief naar kijken en ook vaak onze herinneringen niet betrouwbaar zijn. Een andere consequentie die ik ook soms heb gezien is dat soms ook helemaal niets gebeurt. Dus bijvoorbeeld een grote kopieer, manufacturer, waar we bezig zijn geweest, die had een probleem met hun PDM-systemen, dus de Product Data Management Systemen. En die waren gewoon, ja, niet goed. Dus, en iedereen wist dat ze niet goed waren. Er waren problemen met die proces en met de PDM-systemen en alles. Maar men kon niet beslissen waar het probleem was. Dus mensen hadden daar verschillende meningen over. En omdat ze geen ja, gezamenlijke mening konden vinden, gebeurde er gewoon niets. En dan 5 jaar later kwam het onderwerp opnieuw op tafel. Dus niets doen kan ook een consequentie zijn van dit soort problemen die we hier hebben besproken. Nou, als we hier naar kijken, dan is dat natuurlijk precies wat process mining doet. Dus process mining helpt u een goed begrip te krijgen over hoe die processen echt in de realiteit lopen. En ja, hoe dat werkt, kijken we nu naar even om jullie een beeld te geven. Een beetje hoe loopt dat af. En eigenlijk is het zelf een beetje, ja, ik ga jullie een beetje een secret meegeven. Want het is eigenlijk heel makkelijk om, zeg maar, process mining te begrijpen als je ernaar kijkt. Als iets waar je eigenlijk een soort metamodel hebt en met een proces, uit een procesperspectief naar transactiegegevens kijkt. En om dat even uit te leggen, kijken we hier eerst naar een ander metamodel van data mining. Dus met data mining heb je hier een voorbeeld voor classification.
Dus gaat het erom bepaalde voorbeelden te klassificeren. En dus hier zie je ook die data mining algoritme krijgt een aantal voorbeelden, instances geleverd. En op basis daarvan maakt hij zo'n beslisboom zoals als aangetoond aan de rechterkant hier op het plaatje. En nou, het metamodel hier zie je dat we een aantal voorbeelden hebben dus. En voor elke instance zijn er een aantal attributen. En wij moeten dan kiezen, nou, wat willen wij graag klassificeren? Wat willen wij, waar willen wij iets over leren? En dat is in dit geval nou welke, of die persoon het product koopt of niet koopt. Dus dat is dat wat we willen weten. En dan maakt die data mining algoritme daar op basis daarvan die beslisboom aan de rechterkant. En dan kunnen we daar aflezen, nou, mannen die veel verdienen, die kopen dit product. Dus dat is een beetje een data mining voorbeeld. Met process mining hebben we ook zo'n metamodel. Maar omdat we naar processen kijken, is het juist iets anders. Nog iets anders dan wat we van data mining kennen. Dus bijvoorbeeld hier zie je een voorbeeld. En elke lijn. In dit bestand is geen geheel voorbeeld of instance, maar is alleen een event, een activiteit die is uitgevoerd binnen één instance. Dus als je naar echt een voorbeeld of een instance, process instance wilt kijken, dan moet je meerdere lijntjes aan elkaar knoppen om echt te zien wat er is gebeurd. En je hebt hier één voorbeeld even gehighlight, dus de lijn 6, 7, 8 en 9 zie je, die horen allemaal bij de case 9705. Dus dat is een van de eerste voorwaarden, van een van drie voorwaarden die we nodig hebben voor process mining. Dat we een case ID, zogenoemde case ID of process instance ID nodig hebben om events bij dezelfde case aan elkaar te knoppen. Nou, en wat deze case ID precies is, dat hangt ook van die processen af. Dus hier kijken we naar een call center proces. Dus dat is waarschijnlijk wel iets als een service request nummer. We zouden ook naar die klanten ID nummer kijken. Dus dan nemen we een andere kijk op die proces. Dus we hebben daar wel ook flexibiliteit in. En het hangt ervan af hoe wij willen naar die proces kijken. En waar die proces begint en waar die stopt. Ander voorbeeld nog even te noemen is bijvoorbeeld als je naar een ziekenhuisproces, naar een diagnose-behandelproces in een ziekenhuis kijkt, dan is die case ID in dit geval die patiënten-ID. Dus het hangt van je proces af en hoe je naar het proces wilt kijken. Dat is de eerste voorwaarde. De tweede voorwaarde is activiteitsnaam. Dus wat is de processtap die is uitgevoerd? En in dit geval hier zie je bijvoorbeeld voor de gehighlighte case. Zie je processtappen zoals registered en het stopt dan aan het einde met completed, dus daar is die dan afgemaakt. En de derde voorwaarde is dat we een timestamp nodig hebben. En tenminste één timestamp hebben we nodig ook als we gewoon die proces willen terugzien, omdat we de goede volgorde moeten kunnen vastleggen van die events zoals ze zijn gebeurd. En zeker ook als we performance-analyses willen doen. Nou, dat zijn de minimale voorwaarden. En verder hebben we dan vaak heel veel extra attributen nog. En we kunnen heel veel attributen meenemen voor de analyses. Is ook heel belangrijk omdat deze extra attributen procescontext geven, die we vaak nodig hebben om bepaalde vraagjes te beantwoorden, te filteren en diepere analyses uit te voeren. Maar in principe, om process mining te doen, heb je heel weinig nodig. Alleen een case ID, timestamp en activity. En dat heb ik hier gewoon nog een keertje. Opgevoerd. Dus dat is eigenlijk wat jullie moeten bijhouden als je zelf naar je eigen data kijkt en wil zien, oké, is dat nou geschikt voor process mining en hoe kan ik dat toepassen? Oké, dus hier nog even een heel simpel voorbeeld over hoe process mining dan werkt als ik dit soort gegevens heb. Dus hier bijvoorbeeld wordt een proces uitgevoerd en we zien verschillende activiteiten worden uitgevoerd voor verschillende cases. Over de tijd. Dus bijvoorbeeld is dat een database in ons ERP-systeem waar dit soort gegevens worden opgeslagen over de tijd. Dus dat is die startpunt voor process mining. Hier gaan we beginnen met onze analyse. Nou, op basis daarvan halen we dan een eerste stap de verschillende instances, de verschillende cases eruit. Dus hier zie je bijvoorbeeld één case die in een bepaalde volgorde is uitgevoerd en stel bijvoorbeeld dat is een
inkoop, een klantverkoopsproces. Die klant bestelt iets, hij betaalt, wij leveren het product enzovoort enzovoort. Nou, als we naar de tweede case kijken, dus een tweede klant, waar we hier die proces terugzien. De proces is bijna hetzelfde, maar niet helemaal hetzelfde. We zien dat de activiteiten C en B juist andersom zijn gebeurd. Nou, misschien is dat een klant die we al kennen, waar we weten dat hij het zal betalen en dus we leveren al voordat we de betaling hebben ontvangen. Nou, hier hebben we nog een derde variant en hier zie je dan dat de activiteit D twee keer is uitgevoerd, dus misschien hadden we een offerte twee keer moeten opsturen of zo. Oké, dus met process mining nemen we die ruwe transactiegegevens als een startpunt. Dat zien we hier op de linkerkant. Dan gaan we de verschillende cases en activiteitensequenties reconstrueren. Maar dan gaan we nog een stapje verder, omdat we echt ook een overview willen hebben hoe is die proces in het geheel verlopen. Dus als we alleen naar die eerste case zouden kijken, dan zouden we een heel simpel gestructureerde sequentiële proces zien. Maar zodra we het tweede meenemen, dan krijg je een variatie in zitten. En met de derde krijg je nou dit loopje om de herhaling van activiteit D mogelijk te maken. Dus we gaan van ruwe transactiedata, zoals hier even in dit voorbeeld, met process mining naar echt een visuele en objectieve directe weergave van het proces. Hoe die echt is verlopen van al die knelpunten die zijn gebeurd enzovoort. Nou, dat is zeg maar de introductie wat process mining is en hoe het werkt. Maar nu gaan we straks ook direct naar een demo. En gaan we even op basis van een echt voorbeeld kijken hoe dat eruit ziet. Nou, voordat we echt zeg maar met de process mining analyse beginnen, wil ik jullie ook een keertje die gegevens, dus die databestand laten zien. En hier zien we wel ook die minimale voorwaarden terug waar we het net over hadden. Dus elke lijn, ook hier, is één event of één activiteit die is in het proces gebeurd. Dus is in dit geval een inkoopsproces die uit een ERP-systeem zoals SAP is uitgehaald. En de eerste voorwaarden, de case ID, zien we hier terug. Hier zien we de activiteitsnaam, dus we hebben verschillende processtapjes die zijn gebeurd. Hier hebben we een start en een complete timestamp. Dus we weten wanneer elke activiteit is begonnen en geëindigd. En als we dat hebben, is dat nog beter, want dan kunnen we verschil maken tussen de tijd die we nodig hebben om een activiteit uit te voeren en echt die wachttijden die ontstaan in het proces zonder dat er iemand iets doet. Dan hebben we nog een aantal extra attributen. In dit geval niet zoveel, alleen die persoon die stap heeft uitgevoerd en ook die rol, dus die functie in het proces voor de inkoopsproces hier. Oké, dus stel je voor, je bent die procesmanager best verantwoordelijk voor dit inkoopsproces en je hebt klachten gekregen over dat die veel te lang duurt en alles. En je hebt er ook service level agreements, afspraken over die proces, dat die binnen 21 dagen moet af zijn. Dus we willen nou met process mining kijken hoe die proces er echt uitziet en of deze mensen die daar klagen, of dat zeg maar alleen enkele uitzonderingen zijn of we echt een probleem in ons proces hebben. Dus we beginnen die process mining analyse nou hier met Disco door de gegevens te importeren. En dus ik open dit bestand en dat is precies dezelfde bestand die we net binnen Excel hebben bekeken. En als een eerste stap moet ik nou een mapping maken naar deze drie karakteristieken van onze metamodel. Dus wat is onze case ID? Dat hebben we hier vastgelegd. We zien dat is nou onze activiteitsnaam hier. Dat is die processtap. Die timestamps zijn al automatisch vastgelegd. En dan hebben we hier nog die persoon en een aantal extra attributen. Dus other is gewoon other attributes in de process. Oké, dus dat hebben we nou netjes ingesteld. En voordat ik die knopje druk
moeten we wel nog even ons voor het hoofd houden, nog even herinneren hoe het is als we zeg maar niet process mining gebruiken, als we handmatig processen in beeld moeten brengen. Dus dan doe je echt workshops en interviews en begin je van een leeg blad papier, bijvoorbeeld een brown paper sessie of zo, en dan krijg je aan het eind een beeld van die proces, op basis van een subjectieve mening, en je weet eigenlijk niet hoe goed deze proces nou de werkelijkheid beschrijft. Met process mining zou je dat kunnen complementeren, in sommige gevallen ook verplaatsen. En je gaat dus direct op basis van de gegevens hier, kun je die importeren en automatisch zonder iets over die proces verder te weten, kan ik die proces hier zichtbaar maken op een heel op een objectieve en een heel intuïtieve manier. Dus ik heb hier automatisch op basis van alleen de loggegevens die proces zichtbaar gemaakt en ik zal even uitleggen hoe je het kunt interpreteren. Dus het proces start hier met die driehoek teken hier in het begin. En dan zien we al dat er 608 cases zijn, dus 608 inkoopsorders die door die proces heen lopen. En alle 608 in dit geval beginnen met Create Purchase Requisition. Dus dat is de eerste activiteit in die proces die er gebeurt. Nou, dan splitst die proces in twee alternatieve padden. 374 keer gaat die dan die kant op. En de tweede activiteit in het proces is Analyze Purchase Requisition. 234 keer gaat die kant op. En enzovoort. Nou, dus op basis van de cijfers en de dikte van de pijlen en de kleurtjes ook, kun je terugzien wat de meest voorkomende padden en activiteiten in het proces zijn. Dus hoe die proces er echt is verlopen. En nou, als proces-eigenaar of verantwoordelijke zien we meteen ook een probleem met het proces, want we zien hier een heel dominante loop waar veranderingen worden gemaakt op basis van die initiële request. Dus die amend-request-activiteit hier is niet een stap in de standaard proces, maar dat is echt een extra stap die wordt gemaakt om een aanpassing te maken. Dus het gebeurt heel vaak. Als ik kijk, 608 cases heb ik in totaal. En dan ga ik meer dan 500 keer door deze loop. Dus het is een enorme verspilling die hier gebeurt. En dus dat weet ik nou. Eerder wist ik dat niet, maar nu heb ik een goed beeld van die proces. En nu ben ik in staat om daar na te gaan en te zien of ik daar iets tegen kan doen en hoe ik dat kan voorkomen in de toekomst. Nou, als we naar process mining voor echte processen kijken, dan is iets heel belangrijk. En dat wil ik jullie even uitleggen. Want de echte processen en de procesrealiteit is vaak heel complex en heel ingewikkeld. En daarom hebben we mogelijkheden nodig om je proces simpeler te maken of gewoon te bepalen op welke detailniveau bij de proces map die door die process mining algoritme wordt gemaakt, hoe nauwkeurig we daarna willen kijken. Daarvoor hebben we hier deze sliders, de activities and path sliders aan de rechterkant. En ik zal jullie even laten zien door ten eerste die activities sliders gewoon naar beneden te trekken. Als ik dat doe, dan zie ik hier nou alleen de activiteiten van de meest voorkomende process variant. Dus de echte hoofdstroom van het proces. Als ik nou die slider stuk voor stuk naar boven trek, dan zie ik meer en meer, ook minder vaak voorkomende activiteiten zichtbaar worden. En als ik het helemaal op 100% zet, dan zie ik echt 100%, dus alle activiteiten die er ooit zijn uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld deze amend purchase requisition, die alleen 11 keer is gebeurd. En dus dat is de minst voorkomende activiteit. Wat we hier zien is verder dat 11 keer ben ik hier binnengekomen naar deze activiteit en 8 keer ben ik daarna die pad opgelopen. Dus wat jullie zich misschien afvragen is: waar zijn die andere drie? En dus dat is ook omdat we hier nog niet al die hoofdpadden, nog niet alle padden goed zien, maar alleen de hoofdpadden zijn vermeld. En ik kan alle padden zichtbaar maken door die pad
slider helemaal op 100% te zetten. En nu zullen we wel zien waar die drie cases zijn gebleven, want ze gaan die kant op hier. Oké, dus op basis van de ruwe transactiegegevens zijn we in staat hier om automatisch en heel grafisch die proces echt in beeld te brengen. En dat doen we op basis van een bepaald procesperspectief op de gegevens te kiezen en dan die process mining algoritme de constructie te laten maken. We kunnen in een vervolgstap ook nog verder in de diepte kijken in die proces, ook nog op basis van een procesperspectief. En daar hebben we hier een tweede tab voor en die heet Statistics. Dus hier zien we dan statistics over die proces, die bijvoorbeeld hier aantal overview statistics laat zien, zoals we hebben 608 cases in de bestand. Dat hebben we ook in de process map al gezien. We hebben 9000 events, dus een heel kleine bestand die we hebben. We kunnen met process mining en met Disco miljoen van events analyseren, dus dat is helemaal geen probleem. We zien ook de tijdduur die we hier, timeline van de gegevens die we analyseren. Bijvoorbeeld in dit geval lopen die van januari 2011 tot oktober 2011, dus ja, rond 9 of 10 maanden. En één voorbeeld wil ik nog even laten zien voor de doorlooptijd, dus van het hele proces, van begin tot eind. Dat is de case duration. En we zien dat de meeste cases binnen 16 of 17 dagen wel af zijn. Maar er zijn een aantal cases die wel heel lang duren. Meer dan 70 of 80 dagen. Dus, en het blijken niet ja, alleen 1, 2 cases te zijn, maar wel meerdere. Dus misschien zijn de klachten wel... ja, hebben die wel een goede grond. En nou, we gaan straks ook nog een beetje verder naar kijken. En daar zeg maar dieper in analyseren hoe we daar ja, beter kunnen begrijpen wat er aan de hand is. Maar voordat we daar naartoe gaan, gaan we nog een stap dieper. Waar we nou op de laagste niveau echt ook enkele cases kunnen bekijken. En dat is heel belangrijk, omdat we vaak voorbeelden moeten zien van die proces. Hoe die is uitgevoerd. Om in staat te kunnen zijn om te checken of het klopt, om in staat te zijn om extra contextinformatie bij te houden, om met mensen te praten die erbij betrokken zijn, om een oorzaakanalyse te maken. Dus hier heb je nou een lijst van echt de gedetailleerde historie van al die 608 cases. En wat je verder nog hebt, en dat is vaak heel nuttig, is dat we een lijst hebben van de varianten in het proces. En een variant is echt een sequentie van begin tot eind, in het proces. En dan dus deze heel pad van begin tot eind, die kan worden doorlopen door verschillende cases. En dan zien we hier bijvoorbeeld de meest voorkomende variant door het proces heen, is, ja, wordt gevolgd door 88 cases. En dat zijn rond 15% van onze hele dataset. De tweede meest voorkomende dekt ongeveer 13% van de dataset af. En vaak heb je dat je als je naar de top 5, top 10 varianten kijkt, dat je dan wel al een beeld krijgt van de 80% of 90% van die proces. En nou kunnen we hier bijvoorbeeld ook binnen kijken en zie je zeg maar een lijst van al die cases die deze variant volgen. Nou, wat we hier in dit voorbeeld even zien, is dat in variant 3 heb je een heel vreemde patroon, want die proces die stopt nadat die analyse, analyze purchase requests en activiteit is uitgevoerd. En nou, dat is de drie derde meest voorkomende variant. En dus dat is iets, wel iets vreemds. En ja, weten de mensen misschien niet wat ze kunnen kopen? Moeten we misschien die inkoopsvoorwaarden even aanpassen? Dus dat is wel ook een actiepunt waar ik als een procesanalist of eigenaar nou verder moet kijken. En we zien dat ook hier terug, om het even rond te maken. Als je naar die procesmap kijkt, zie je wel die startpunt hier met die gestreepjeslijn van die startpunt. Maar je ziet hier ook dat na die Analyze Purchase Requisition, dat is net die variant waar we net naar hadden gekeken, die loopt helemaal naar het einde toe, naar de eindpunt. En we zien deze proces hier heeft drie verschillende eindpunten. Dus één reguliere en twee waar die proces eerder is gestopt. Oké, dus
We hebben nu gezien hoe we op basis van de ruwe gegevens echt een procesperspectief al kunnen genereren en op verschillende niveaus naar de gegevens kunnen kijken. Maar als een vervolgstap, nou, als we vragen hebben over die proces of als we dingen hebben gezien waar we dieper willen inkijken, dat is hoe we dan zeg maar, op een interactieve manier met zo'n procesmonitor werken. En dat doen we op basis van filters. Dus ik laat het even zien op basis van die voorbeeld van de heel langdurige cases hier. Dus die lopen erg lang en we willen daar nou dieper in kijken. Dus om dat te doen, voeg ik hier een performance filter toe. En in die performance filter zeg ik nou, ik wil alleen eventjes voor dit moment op die cases focussen die zeg maar langer duren dan 70 dagen. Of ja, dus. Dat zie ik hier al, dat zijn 15% van mijn hele van mijn heel dataset. En alleen op deze heel langdurige ga ik op dit moment focussen. Nou, als ik die filter nou toepas, dan zie ik een aangepaste processmap die me laat zien hoe alleen deze 15%, dus ik zie het hier in de linker hoek om niet te vergeten dat ik niet naar de hele gegevens kijk. Maar ik kijk nu naar de 92 heel langdurige cases. Nou, die zien nou die procesflow alleen voor deze. En hier wordt het al duidelijk dat deze loop die ik hier heb, dat die nog veel dominanter is dan tevoren. Dus ik ga nu bijna 3 keer voor elke proces, voor elke case, ga ik hier 3 keer door die loop heen. Oké, maar eigenlijk in dit geval, ik kijk nu naar die heel langdurige cases. Ik wil eigenlijk niet naar de frequencies kijken en naar de procesflow, maar ik ben veel meer geïnteresseerd op dit moment naar waar de wachttijden ontstaan. Waar zijn de knelpunten in het proces? En daarvoor kan ik hier gewoon aan de rechterkant van frequency naar performance overschakelen. En dan zie ik in eerste instantie de total duration, dus dat is de gezamelde opgetelde wachttijden. Dat is heel goed om impact analyse te maken. Maar kijken we even straks naar de gemiddelde doorlooptijd en dan zien we hier ja, dat niet alleen ga ik onnodig door deze loop heen, maar als ik dat doe, dan duurt het ook nog gemiddeld meer dan 14 dagen om terug te komen naar de gewone bestand en naar de gewone proces. Dus, en het blijkt ook vanuit andere gedeeltes van het proces. Deze knelpunten hier te ontstaan. Dus deze activiteit, Analyze Request for Quotation, die is wel problematisch en moeten we misschien kijken hoe we daar meer mensen kunnen bijhalen om dat soepeler kunnen uit te voeren. Nou, wat ook heel belangrijk is voor procesmanaging, is als je dit soort zeg maar, resultaten hebt opgedaan in je analyse, dan moet je vaak met mensen communiceren. Dus je moet soms met je mensen die in proces werken of met je collega's moet je delen om te beslissen wat doen we daar nou mee. Nou, dat is iets wat je heel goed met procesmining in Disco kunt. Dus heel direct en grafisch al die plaatjes hier om te zien. Maar we kunnen nog een stapje verder gaan en met animation. Dus kunnen we een animatie maken van die proces. En ik zoom even een beetje in om te laten zien. Dus het is geen simulatie, maar het is echt een animatie, een naspelen van al die gegevens, hoe die processen echt is verlopen. En als ik een beetje de timeline naar voren ga, dan zie je het goed. Dus elke gele punt hier is één case, is één purchase order, inkoopsorder die door die proces heen loopt. En ja, je ziet hoe die proces over de tijd heen ontwikkelt en waar de knelpunten ontstaan en waar de wachttijden ontstaan. Dus op die manier kan je heel direct en tastbaar, iets heel tastbaar maken om te bespreken met je collega's, met de proces, mensen die in proces werken, om samen gezamenlijk te overleggen hoe kun je nou ja, het proces oplossen. En dat is een van de grote voordelen van procesmining, dat je niet ontzettend veel tijd kwijt bent om zeg maar gewoon die is-proces zichtbaar te maken. Want ja, daar heb je meestal nog niet zoveel aan, maar dat je met één kunt focussen op die waarom-vragen, waarom doen we dat zo? En naar verbetervoorstellen kunt kijken. Dus dat is waar de echte waarde in ligt voor de organisaties, omdat ze dan op basis daarvan objectief ja, voor andere trajecten kunnen starten en ook achteraf nog kunnen meten, nou hebben we het nou echt zo goed gedaan? Loopt die proces nou echt zo veel beter zoals we het zouden verwachten?
Oké, dus ik zal nog eventjes twee dingen laten zien om het spectrum van process mining aan te tonen. En daarvoor ga ik straks hier even deze filter uithalen. Dus we gaan terug naar de hele dataset en ook naar de frequency view. Dus we zijn hier terug nou met onze 608 cases vanuit het originele bestand. En we kijken even naar het einde van het proces. En we zien dan als een heel dikke lijn. Dus de meeste cases volgen wel deze flow in het proces. En dat moet ook eigenlijk zo, want hier deze activiteit, Release Suppliers Invoice, die is verplicht. En die moet vervolgens de inkoopsvoorwaarden moet die worden uitgevoerd. Nou, wat we zien toch, is dat in 10 gevallen heb ik dat juist niet gedaan. Dus ik ben hier, ja, ik heb die stap overgeslaan. En dat zie ik hier nou in mijn process mining analyse. Dus ten eerste helpt me dat om te zien dat dit probleem, dus dat is in dit geval een conformance of een compliance probleem, dat bestaat. Ik wist eerder überhaupt niet dat het mogelijk is om deze stap over te slaan. Ik zie nou dat het gebeurt. Ik zie hoe vaak het gebeurt. 10 keer voor 600 cases, dat is vrij veel eigenlijk. Maar nu, om vervolgstap te kunnen nemen, moet ik nou wel weten welke 10 cases zijn dat. En om dat te doen, kan ik hier gewoon opklikken op die path en dan zeg ik filter this path. Dus geef me alleen die cases die deze path, die deze weg hier in het proces langs zijn gegaan. En als ik dat doe, dan krijg ik een andere filter die automatisch al is voor mij ingesteld. Hier, dus een shortcut. Ik had het ook handmatig kunnen doen. Maar in dit geval, ik moet het gewoon toepassen. En als we dan kijken, dus we hebben hier nou die process map ook voor deze 10 cases. Maar dat is, vind ik op dit moment niet zo erg interessant. Ik wil nou in dit geval echt naar die 10 cases kijken. En heb hier nou in de cases view een lijst van deze 10 cases die deze verboden pad langs zijn gegaan. En dat geeft me de mogelijkheid met de mensen te spreken die binnen die proces werken. Om, misschien hebben ze een reden daarvoor gehad van het is gebeurd. Of zoals niet, zou ik dat kunnen gebruiken om heel direct training aan hun te kunnen geven. Oké, en de laatste punt die ik nog even wil laten zien, ook omdat we om te illustreren hoe we nou met process mining echt een procesperspectief nemen op die gegevens en dat we daar ook een keuze in hebben, want wij beslissen hoe wij naar die proces willen kijken. Stel je voor dat we die activiteiten en die activity flow in onze proces heel goed hebben uitanalyseerd en dat we daar klaar mee zijn en dat we nu graag meer naar een organisationele kant van het proces willen kijken. Dus we willen graag zien hoe loopt die proces door de verschillende functies in mijn proces heen. Dat zou je ook met afdelingen of andere parameters kunnen doen. En als ik dat nou opnieuw importeer, dan kijk ik naar dezelfde gegevens. Op basis van dezelfde gegevens krijg ik een alternatieve view op het proces. Hier, nou waar je die overdracht ziet tussen verschillende rollen in mijn proces. Dus je ziet ook pingpong-effecten, hoe die requester iets aanvraagt, dan komt het terug vanuit die purchasing agent enzovoort. En je kunt natuurlijk ook performance-analyse doen en ja, op die manier zeg maar inefficiencies die tussen organisationele eenheden of functies ontstaan, heel goed zichtbaar maken. Dus dat is een beetje een overview, om je een overview te geven over wat process mining mogelijk maakt en hoe het ongeveer werkt. En je ziet wel dat het heel makkelijk is om daar ook zelf mee aan de slag te gaan. En daar hebben we jullie wel voor uitgenodigd dat ook zelf te proberen. Kom ik straks op terug hoe jullie zelf hun eigen disco-licentie kunnen oppakken. Gaan we eerst nog terug naar de presentatie en een aantal voorbeelden waar we straks op terugkomen. Maar eerst nog eventjes om het verhaal rond te maken. Nou, als we dit toepassen en mensen hun eigen processen hebben zichtbaar gemaakt, gekregen met process mining, dan zijn er eigenlijk twee types van reacties die ik krijg. Dus aan de ene kant zijn er mensen die zeggen, nou, ik wist het al. Dus het is niet nieuw wat zij zien, maar vaak zijn ze heel blij dat ze nu wel zichtbaar kunnen maken en objectief eigenlijk op de tafel kunnen leggen waar ze het al die tijd al over hadden. Nou, hier, kijk, dat zei ik al die tijd. En dan dus iets objectief bespreekbaar maken waar ze eerder niet mogelijk was en dus vaak frustrerend werkt.
Je krijgt aan die andere kant natuurlijk ook dit soort reacties, dat mensen zeggen, nou, onmogelijk, ons systeem laat dat niet eens toe. Dus dat hoor ik eigenlijk in bijna elke project. En ja, dus dan kijk je, heb je natuurlijk door process mining, door de mogelijkheid naar de individuele voorbeelden door te draaien, kun je gewoon nakijken. En dan kijk je die voorbeeld in die originele systeem na en dan zie je wel, nou, is wel mogelijk. En is er hier of daar een andere reden waarom dat nou mogelijk is? Dus er zijn ook altijd verrassingen van dingen die je ontdekt over je proces die je niet had, nog niet had gewist. Dus even drie voorbeelden en dan komen we aan het einde en kunnen we ook nog vragen, kunnen jullie nog vragen stellen en ik zal erop dan ingaan. Dus drie voorbeelden waar we process mining hebben toegepast. Het eerste is een uit die IT service management domein. En dat is natuurlijk service desk is in iedere bedrijf aanwezig. Dus een heel algemeen functie en processen die overal bestaan. En dat is in dit geval hebben we naar die ETL change management proces gekeken. En we deden dat bij ANA Airport samen met een partner van ons, een Portugese partner ProcessVier. Dus ANA Airport is die Portugese luchthavenbedrijf. En zij hadden problemen met hun change management proces. En ik zal dat traject even een beetje gebruiken om ook uit te leggen hoe een typische process mining project afloopt. Dus hier zie je de vier typische fases die je hebt als je ja, binnen een bedrijf ook als op projectbasis process mining analyse doet. Dus het begint met een scoping fase waar je echt overlegt. Nou, wat is eigenlijk het probleem wat ik heb met mijn proces? Wat wil ik, welke vragen wil ik beantwoorden? En wat is die scope van die proces? Waar begint die? Waar stopt die? En dat is natuurlijk ook waar je dan overlegt over die drie dingen waar we het eerder over hadden gehad. Dus wat is mijn case idea? Wat zijn de activiteiten? Wat zijn de processtappen dus die ik wilde terugzien? En ja, dan ga je uiteindelijk in het systeem op zoek naar timestamps voor deze processtappen om het proces zichtbaar te maken. In dit geval van het project met ANA Airport, daar hadden zij het probleem dat ze een backlog hadden in hun proces en dat ze graag met dezelfde aantal van mensen meer werk wilden kunnen doen om een backlog ja, weg te halen. Dus heel veel voorraad stond in die proces en die wilden ze wegwerken en ook gewoon een efficiënte manier van werken vinden, zodat niet opnieuw zoveel voorraad wordt opgebouwd. Dus dat was die startpunt en de doelstelling van het project. Nou, de data extraction gedeelte is dan was in dit geval heel makkelijk voor hun, want IT service management systeem wat zij gebruikten konden eigenlijk direct die gegevens exporteren. Dus je hebt daar heel direct een ticketnummer die gewoon als een case ID kan fungeren. Je hebt ook dan statuscodes die zijn gelogd. Het was geen naam, maar het was een actiecode of zoiets. Maar dan was er een vertaling. We hadden dan een extra bestand met een vertaling van wat die code nou betekent. Welke activiteiten is uitgevoerd. En dan konden we die direct, dus na een minimale zeg maar, verwerking, konden we die gegevens gebruiken. En nou, dat hangt ervan af. Dus soms als je processen hebt die over meerdere IT-systemen heen gaan, dan moet je daar natuurlijk deze eerst aan elkaar knopen. En ja, daar moet je dan natuurlijk dan zeker met de ICT-afdeling samenwerken. En dat hangt heel erg van het landschap af en van de proces die je analyseert. Nou, dan de derde fase is dan de data-analyse, waar je dan die gegevens, bijvoorbeeld als CSV-bestand, ja, importeert zoals we het net in Disco hebben gedaan. En dan doe je het is proces analyseren en je vragen beantwoorden. En in het geval van ANA Airport ja, hebben we dat gedaan in vorm van een interactieve workshop. Dus we zijn één dag hebben we samengezet met de CIO, de process manager en de systeem manager. En dan hebben we dit proces geanalyseerd en verschillende procescategorieën. Dus er zijn verschillende change-categorieën. En daar zijn die processen verschillend voor. Dus die hebben we uit elkaar gehaald en apart geanalyseerd. Heel veel ook met animatie gewerkt en dieper ingekeken op basis van
hun domeinkennis, wat er kon en wat niet kon. En aan het einde van de dag hadden we meer dan 15 verbetervoorstellen gegenereerd, die ook voor een groot gedeelte toepasbaar waren op andere ITIL-processen, zoals problemen en incident management systeem. Dus dat laat de kracht zien van procesverwijdering, hoe je heel snel, heel goed het proces kunt zichtbaar maken en daar beter verbetervoorstellen kunt vinden. Ik heb hier eventjes nog een aantal voorbeelden van het type van resultaten die we daarvoor hebben gevonden. Bijvoorbeeld, een van de problemen in sommige categorieën was dat het te veel tijd had gekost in het begin. Dus als een nieuwe change request binnenkomt, moet die geclassificeerd worden voordat die kan worden verder verwerkt. En als dat niet gebeurt, dan is daar zeg maar vooruit opgelopen, die dan verder in het proces niet kon worden opgepakt. Een tweede probleem was dat change orders direct omgezet worden. En dat is als je met ITIL bekend bent, is dat iets wat absoluut niet mag. Want je moet altijd een change request eerst analyseren om te zien, zijn er misschien zij-effecten die zouden kunnen een impact hebben op andere gedeeltes of andere systemen. Gelukkig bleek het, omdat het wel veel was, veel cases waren waar het gebeurde, bleek uiteindelijk dat het niet echt een compliance probleem was. Want dat was niet de normale verwerking, maar het was eigenlijk een misbruik van een systeem waar ze configuration items actualiseerd hadden. Maar het was wel een belangrijk inzicht, omdat hun dashboard en zeg maar al die KPIs gebaseerd waren op die aanname dat die systeem normaal wordt gebruikt. En dat had dat enorm zeg maar verstoord. Dus ze hadden helemaal geen goede feedback van hun KPIs hoe die proces echt liep. En het derde was dat ook heel veel tijd bleek te verlopen na de omzetting, na de implementatie van de service, van de order. Het tweede voorbeeld wat ik wil laten zien is een klantenserviceproces van grote elektroniek. Consumer electronics manufacturer. En dat is precies het plaatje wat jullie eerder al hebben gezien. En nu kijken we een beetje meer in de diepte naar, want je ziet hier een aantal van streepjes. En in feite is het zo dat elke streepje hier is een andere eenheid, partij die aan die proces meewerkt. En het is zo dat deze electronics manufacturer, dat is die klantenserviceproces van hun. En zij zijn daar verantwoordelijk voor, maar ze werken daar samen met externe partijen om dat te realiseren. En het is niet eens de normale of de gewone klantenserviceproces, maar het is een proces waar mensen waar al een reparatie bijvoorbeeld is uitgevoerd, waar dan nog iets is misgegaan. Dus je zit eigenlijk al heel erg diep mis in de klantrelatie. Het is een heel belangrijk proces voor hun. Maar om die proces uit te voeren, werken ze met externe partijen samen, zoals bijvoorbeeld de callcenter, waar de klant kan bellen. Dat is outgesourced. Mensen kunnen hun producten inleveren waar ze hun hebben gekocht, bijvoorbeeld Mediamarkt of andere dealers. Dan zijn er logistieke bedrijven die, zeg maar, als die klant het via internet heeft geregeld, dat die dan het product oppakt bij de klant en naar de reparatiecentrum stuurt. En die reparatiecentrums zijn er ook nog onafhankelijke partijen die meedoen aan die proces. Maar die proceseigenaar is verantwoordelijk en voor hen is het heel belangrijk, omdat die klant, als hij niet tevreden is met de service, heel snel op Twitter of via internet zeg maar slecht over die merk en over die bedrijf zal praten. Dus je ziet dat zeg maar een heel belangrijk proces was. En die coördinatie van die proces tussen al die partijen, die verliep via een workflow systeem. Dat ze dus dat mogelijk maakte, maar er was helemaal geen inzicht en geen mogelijkheid om het proces zichtbaar te maken of te meten of hoe goed het liep. Nou, wij hebben dan de proceswanning daarna gekeken. En hier zijn een aantal voorbeelden van de dingen die we daar hebben uitgevonden. Dus één voorbeeld is dat we hebben gekeken hoe verloopt die proces op basis van waar die binnenkomt. Dus waar die proces wordt opgestart. En hier zie je die beginpunten van het proces tegenovergesteld tussen als die klant via callcenter inbelt en daar die case wordt aangemaakt. Of als hij dat zelf doet via internet. En dat is een versimpelde
plaatje hier waar je alleen de hoofdstromen ziet. Maar wat heel snel duidelijk wordt, is dat via callcenter ja, niet zo'n probleem is dat je de activiteit Missing Documents Requested wordt uitgevoerd. Dat is een stap waar de klant opnieuw moet worden gevraagd naar extra informatie die ontbreekt en die nodig is om de case verder te verwerken. En dat is iets wat heel veel de case vertraagt, maar ook heel veel werk is voor die service bedrijf. Ja, heel veel tijd kost enzovoort, dus heel duur is. En we zien dat voor die cases die via internet zijn gestart, gebeurt dat heel vaak. Dus soms meer dan één, ja, meer, 2 keer of meer. En dat konden ze dan oplossen door ja, hun internetformulier beter te maken en dan sommige dingen verplicht te maken. Bijvoorbeeld, je moet wel ja, je aankoopsbewijs moeten meesturen als je zeg maar dit soort refund inleidt. En dit soort dingen. En dus dat was iets wat dan daarvan is gevolgd. Een tweede voorbeeld is dat verschillende logistieke partners heel verschillende performance ook hadden. En één van deze, daar liep heel veel vertraging op. Dus 16 dagen gemiddeld wachttijden. En dat was omdat hij niet zoveel volume hanteerde, maar een aanpak had waar hij zeg maar wacht tot een bepaalde palet of zo vol is voordat hij die verder stuurde. Dus als je zo ongelukkig was om de eerste klant te zijn in een leeg pakje, kon het heel lang duren voordat dat überhaupt naar het reparatiecentrum was toegestuurd. Dat is iets wat we daar in beeld konden brengen. En dan heb je natuurlijk, als je dit soort objectieve informatie hebt, kun je ook voor outgesourced processen je contracten ja, dan ja, nagaan en dan misschien mensen daarvoor brengen om dat beter te doen. Nog een aantal compliance problemen hadden we ook gevonden. Dus één klant had 2 keer het geld teruggekregen. Je moet eigenlijk ook het product insturen voordat je betaling, je geld terugkrijgt. Dat is 2 keer is het gebeurd zonder dat het product was ingestuurd. En meerdere keren was een approval step overgeslaan. Oké, dus de laatste voorbeeld is ja, een inkoopsproces. En ik vind het ook een heel mooi voorbeeld, omdat het ook een situatie is, zoals eerder met outgesourced processen, die we heel vaak in veel bedrijven zullen terugzien. Dit project is gedaan binnen Akzo Nobel en is uitgevoerd door Capgemini op basis van DISCO. Wordt die process mining analyse gedaan. En nou, in dit geval was het zo dat Akzo Nobel. Zij hadden hun SAP, hun inkoopsprocessen al geharmoniseerd, in zoverre dat alle processen op hetzelfde systeem liepen. Dus ze hadden SAP ingevoerd en in al de verschillende landen van dit multinationaal bedrijf gebruikten ze nou SAP. Maar omdat dat zo'n geweldige en grote verandering was, hebben ze niet meteen al die processen aangepast. Dus iedereen werkte nog op zijn eigen manier. Dus iedereen op zijn lokale manier. Dus ze hadden in 16 verschillende landen hadden ze 16 verschillende processen. Nou, in de vervolgstap wilden zij nou deze processen harmoniseren, begrijpen hoe kunnen ze ja, door één proces, een aantal varianten misschien, dat deze 16 processen bij elkaar brengen, maar ook hoe kunnen ze kijken wat zijn de best practices zijn? Waar doen ze het nou goed? Welke van die processen zouden voorbeeld moeten zijn van die andere processen, hoe die mensen daar werken? En in plaats van echt naar al die 16 landen toe te gaan en daar met die mensen te praten en workshops en discovery brown paper sessies te doen, hebben zij die gegevens genomen vanuit SAP en hebben die inkoopsprocessen in die 16 landen in kaart gebracht. En dat dan analyseert en dat als een startpunt genomen om heel direct en heel ja, specifiek dingen verder uit te kunnen analyseren, met mensen te praten en konden daar heel snel zeg maar, dit soort harmonisering doorvoeren. Nou, dat was het. Dat was wat ik jullie wilde vertellen. We hebben gekeken wat process mining is. We hebben gezien hoe het werkt. We hebben een demo gezien, een aantal voorbeelden gezien.
even voordat we naar de vragen en antwoorden sectie overgaan, nog even over die Disco-licentie die ik jullie heb beloofd. Dus je kunt gewoon naar onze website gaan, dus fluxicon.com/disco. Staat een openbaar toegankelijke demo-versie beschikbaar. Die kun je downloaden en installeren. En als je dat doet, wat je zult zien is dat als je eigen bestanden importeert in deze demo-versie, dan importeert die alleen 100 events, de eerste 100 events. Dus dat is wel genoeg om even te checken of het formaat klopt of het in principe werkt. Maar je hebt er natuurlijk niet heel veel aan als je echt je eigen proces een keertje wil analyseren. Dus dat wil ik voor jullie graag mogelijk maken. En om dat te doen, moet je gewoon toch eerst die demo-versie installeren en dan stuur je mij gewoon een mailtje en met verwijs naar dit webinar dat je er hebt meegedaan. En dat je graag jouw uitgebreide Disco-licentie wilt hebben. Dan zou je daar voor een week onbeperkt je eigen gegevens kunnen analyseren. En dat echt op je eigen proces toepassen.